Dus dat zou best net wat anders kunnen worden. Maar dit is een verbeelding van hoe het eruit kan komen te zien. En in deze uitwerking zijn dan 14 van dat soort ruime kavels getekend, of mogelijk in dit plangebied. Dan het tweede deelgebied ontstaat, en wij denken dat het ook een goed idee is om dat vooral met die randen van vrijstaande woningen en 200 kapwoningen te maken, zodat je een beetje een landelijk dorpsbeeld krijgt, een soort overgang, en dat de rijwoningen wat meer aan deze lusjes, van die straatjes in het midden. Dus voor iedereen die dat woont, als je een straatje uitkomt, heb je een gelijke verbinding met het groene midden. Noemt u maar op, er is nog heel veel uit te zoeken. En wij werken er dan naartoe om een tweede opzet te maken waarbij we ook ingaan op de opmerkingen die we eventueel van u ontvangen. We zullen daar ook een notitie van maken, zodat iedereen daar ook die een reactie krijgt, daar ook een antwoord op krijgt. En dat wij dan een tweede voorstelavond organiseren, zodat iedereen weer daarover informeren. Om gelegenheid te krijgen om kennis te nemen van wat wij met alle opmerkingen en waar dat uiteindelijk in geresulteerd heeft. En als we dan hopen wij naar een situatie te zijn dat we een plan hebben waarop als dat best komt naar voren gekomen en die is ook uitgewerkt en wordt aan die hoedanigheid neergelegd. Ja, dat kunt u zien, maar het is wel zo dat we u wel een totaalplaatje willen bieden. En dat is het verhaal. U kunt zeg maar even een afweging. Maar dat is de keuze van het gemeentebestuur geweest om een totaalplaatje. En ik zeg, zo wat het zou kunnen zijn, zodat u ook kunt beoordelen van, is dit ook een aanvaardbare oplossing? En u stelt vrij om daarin een reactie te geven. En we zullen daarop antwoorden. Kijk, wij zullen u, zeker als u de langere tijd hebt, dan geeft u dat aan. Zegt van, ik heb meer tijd nodig voor een reactie. Er zijn geen formele tijden, maar wij geven u aan wat wij voornemens zijn. Wij gaan ook verder onderzoeken. Wij moeten ook nog zaken onderzoeken. Goed, die mevrouw zegt, de reactie van, wij komen hier, we hadden interesse, mogelijk interesse in woning. Dus wij dachten, we gaan gewoon eens kijken. En wat ik nu hoor, dan kan het misschien helemaal niet eens doorgaan. Goed, we hebben als gemeentebestuur gedacht dat dit een kansrijke locatie is. En we hebben wat onderzocht, SAP heeft plaatjes gemaakt en we hebben wat langzaam gehad. Dus daarom, doe het eigenlijk nooit goed. Ja, vandaar ook dat we dit hebben gezegd. Hè. Het is een stedenbouwkundige visie. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.